we zijn even van plan om even Jekyll en Hyde te spelen. Ik heb een groot vriend jullie al er even bij gehaald. Hé, hey, kijk eens. Ja. Die is er ook al een tijdje niet meer geweest, sinds onze Mario Party video, geloof ik. Ja, dat van een... sindsdien ben ik niet meer in een video geweest, denk ik wel. En om even terug te brengen, gaan we even de slechtste NES game die ik ooit heb gespeeld op mijn kanaal doen. Because, why not? Why not? Ik heb het spel al eens al twee keer gedaan ofzo, en het leek me gewoon even een leuke ding om het nog een keer te doen. Ja, let's go! We gaan het daadwerkelijk even een poging wagen. Om even ergens proberen te komen in dit spel. Wat een geweldige muziek ook, hè? Ik heb dit echt niet gemist. Voor diegenen die niet bekend zijn met mijn kanaal en met dit spel en met mijn ervaring met dit spel. Ik heb dit spel iets van twee keer op mijn kanaal gespeeld. Eén keer gewoon op een normale video als deze en één keer op een stream van 5 uur lang voor de 100 abonnees. En elke keer als ik dit spel speel, I never get anywhere! Het is echt een pain in the freaking ass om dit even te spelen. Ja, het gaat doen natuurlijk wel aardig. Tot dusver gaat het nog redelijk oké, okay, ja. Maar je loopt ook zo heerlijk sloom. Zeker, en dan komt er zo'n hond. Dat is een kat. Of een kat, wat dan ook. Die kunnen wel kattig zijn. Oh my gosh. Oh kijk, daar is die hond. Ja, die is ook hondsbrutaal natuurlijk. Ja, niet zo'n klein beetje ook. Wat is het trouwens een heerlijk mooie game om daar even naar te kijken trouwens. Zeker. Mijn ogen doen ook echt geen pijn van die achtergrond, hè? Nee. Het is, ook allemaal echt niet heel vierkant. Oké, ik denk niet dat het er heel veel beter op wordt als de hele tijd sarcasme over deze video heen knallen. Oh. Waarom loopt dat mannetje trouwens daaronder? Wat voor nut heeft dat? Nou ja. Het is niet alsof hij van onder het damage doet op mij ofzo. Nee. Het is wel een onderdeurtje, denk ik. Zo noemen ze dat. Het zou wel mooi zijn als dat er eventjes een deur onder zou zitten ook. Ja, dan kunnen ze wel door één deur, weet je? Dat zou wel anders zijn. Oké, mooi. We lopen eventjes door het eerste poortje van de game heen. Hier, wil je een poging wagen? Is goed. Oh god. Is het je ooit opgevallen trouwens dat je hier hoe snel ben ik ook game over, joh? Je leeft nog, maar je speelt het level nu achterstevoren. De bedoeling is dat je die monsters doodmaakt, zodat je Jekyll en Hyde meter weer omhoog weet te krinken. En dan is de bedoeling dat je terug verandert in Jekyll, voordat je doodgaat. Wat nu dus niet in geval is. Ik heb dit echt al, wat is het? Hoe lang geleden is dat ik het van laatst gespeeld heb? Voor mij is het heel erg lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Voor mij ook, ja, hier, de laatste keer, dat was ook. Wat een heerlijke muziek. Even om nog maar heel even terug te komen op het feit dat we over een kerkhof heen lopen. Als je trouwens op hetzelfde punt terechtkomt als waar je was als Jekyll, dan word je getroffen door de bliksem en dan ben je automatisch dood. Was dat dan weer voor logica? Vraag dat aan Bandai, het bedrijf die het spel gemaakt heeft. Jezus. Nou, wil je nog een poging wagen? Please. Ik wil heel graag geloven dat dit een goed spel had kunnen worden. Maar het is gewoon zo lastig om te geloven dat dit een goed spel had kunnen zijn. Als je hier naar kijkt. Er zijn ook... Oh nee, kom op! Nee! Oké, gelukkig is de helft van mijn Jekyll en Hyde meter weggegaan. Dus dat is goed. Ik hoop niet dat mijn toekomstige bruiloft er zo uit gaat zien. Oh mijn hemel! Waarom kan ik niet naar links lopen?
Het leuke is, ik speel dit momenteel op de computer, voor het geval dat je het nog niet door had. En ik heb blijkbaar niet alle knoppen gemerkt. Want ik kan namelijk niet naar links lopen! Dat zak. Het is echt best wel heel erg grote fout van mij geweest. Echt ontzettend goed bezig, Astral. Heel erg mooi. Oh ja, joh, dan hebben we daar ook eventjes een man die eventjes gaat graven. Dat gooit ook echt aarde alle kanten op. Dat net zo bruin is als de vogelscheid. Waarom zit er echt daadwerkelijk scheid in deze game? Zo. Ik vind het zo grappig. Oh, kom op, nee. Wat een hond. Oh wacht, het is ook een hond. Dus, ja. Echt het beste wat je hieruit kan halen zijn gewoon fucking woordgrappies. Ja, ja. Oh, daar heb je weer. Oh, kom op! Kom op! Zo. Nou. En dan verander je opeens in hide. En dan verandert alles opeens in een compleet ander spel. Do hide your feelings. Oh, ik heb de naar boven knop gemapt om naar links te gaan. Serieus? Ik heb de knoppen verkeerd ingesteld. Lekker, Astro. Oké. Nee! Ik ga hier niet dood. Oké. So far so good. Nee! Ga weg. Oh, kom op! Dat ik niet naar links kan lopen met de juiste knop verandert echt alles hier. Very strange. Nou, ik weet hier hoe je naar links kan. Ja, door naar boven te drukken. Maar dat is echt totaal niet de bedoeling. Dat is een van de vele. Oh, kom op! Gelukkig is niet mijn hele Jekyll en Hyde beter weg. Nee. Die bommen die gaan mijn leven hier niet verzieken, alsjeblieft. Ja, als je hier goed uitkomt, dat ze achter de bom zijn. Echt, Het leuke is, het is mogelijk dit spel uit te spelen. Maar het vereist heel erg veel geluk. En je moet vooral dit spel heel erg veel gespeeld hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb ooit eens een keer dit spel zien uitspelen op stream. Maar ik zou het waarschijnlijk helemaal niet kunnen, joh. Daar komt gewoon een flinke dosis geluk bij kijken. Ja. En naast ook nog even een flinke dosis geluk. Wat raakte me daar? Ik denk die man die weer aan het graven was. Waarom zijn er stuiterende brein in dit spel? Ik ben nog wel eens even benieuwd. Aan wat voor drugs zaten deze game developers? Oh! Dat je naar links loopt en naar boven te drukken is echt de grootste fucking bullshit die ik ooit heb gehoord. Zal ik weer een poging maken? Ga je gang. Even kijken of dit nog wat wordt. Als er iets is wat ik eventjes wil gaan doen, is het gewoon even een strop om de game developers nek te douwen en even op te hangen. Dat zou een hele gedachte is. Oh man. Nou ja, het is op zich wel, weet je, ze draagt meestal een stropdas, dus dat heb je al. Ja, dat werkt. Misschien. Dat werkt misschien wel. Hey. Oh. Oh. Het gebeurt ook nog wel eens. Het is mij heel erg vaak gebeurd dat als ik dood ging door die bom, dat er ook gelijk mijn hele levensbalk op nul kwam te staan. En dat ik dan vervolgens, hoe heet het, meteen dood was als ik naar hide mode ging. Nee. Als je trouwens van die vuurballen wilt afschieten, moet je naar boven ingedrukt houden en je moet op de X drukken. Oké. En nu ben ik dood. En dat vertel ik je als je dood gaat. Het voelt een beetje alsof ik dronken ben, maar ik heb toch echt geen druppel op, joh. Echt.
Nou goed. We komen er wel, we komen er wel. Als men dit spel trouwens nog vaker wilt zien bij Astral Thunder Productions, dat kan. Laat het ons even weten met een duimpje omhoog. En zeg ons eventjes in de comments. Laat eens even een leuke comment. Oh, de controller staat uit. Oh. Ah, knal eens even een leuke comment onder deze video. En misschien dat ik dit spel nog eens vaker ga doen. Zo. Misschien. Ja. Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar misschien dat ik dit spel nog eventjes zou spelen. You're not promising anything. Nee. Want we weten allemaal hoe ik over dit spel denk inmiddels. Ja, er zijn gewoon mensen die met materiaal aan het gooien waren terwijl ze dit spel aan het spelen zijn. Ik heb een beetje te duur materiaal om mee te gooien. Dus ik probeer me in te houden in deze video. En ik ben het spel niet eens aan het spelen, Mina en Master. Oh shit. Die man daaronder is echt verschrikkelijk. Ja, dat heb ik gemerkt. Hij gooit ook echt compleet random. Alles wat er in het spel gebeurt is random. Ja. Allee. Dat kan trouwens niet gezond zijn voor die vogel. Dat kan echt niet gezond zijn, dat hij zoveel schijt. Ja. Waar heeft hij zeker schijt aan? Nee! Die honden in dit spel zijn echt verschrikkelijk. Het ding is ook, je kan ze bijna niet... Ja. Je kan ze bijna niet ontwijken, die honden. Jezus, echt. Dat is echt het ergste van al, dat je die beesten niet kan Ik ga nu niet gelijk dood, want ik ben toch enigszins ver gekomen. Nee. Dus ik heb het deze hele video nog niet één keer voor elkaar gekregen om terug te gaan naar Jackal Mode. Heb je het al voor elkaar gekregen? Ik heb het in die 5 uur dat ik dit spel heb gespeeld op stream. En in de vorige Jackal Night video best wel wat keren voor elkaar gekregen. En jouw Jacko Nightmeter is bijna vol. Ga jij het gewoon... Nee, toch. Ik heb te vroeg gejuicht. Ja, dat is ook een beetje van deze game. Dan denk je van, ja, bijna. En dan gebeurt er één ding en dan...